U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Veel lage wolken in onze omgeving. Heel voorzichtig, misschien een gaatje in dat wolkendek, maar dat is op de satellietfoto nog niet heel goed te zien. In de loop van de ochtend breekt hier en daar de zon misschien een beetje door, 2 tot 4 graden is het dan. En de meeste zon krijgen we vandaag te zien in het zuidoosten van het land. Vanmiddag met zonnige perioden daar en wolkenvelden nog steeds in het noorden van het land, wordt het 6 tot 7 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. Vanavond winnen de opklaringen voorzichtig terrein. Temperaturen dalen naar 2 tot 4 graden en de wind stelt nog altijd weinig voor. En morgen wordt de wind geleidelijk zuidelijk en dan gaan we de zon vaker zien. Vooral in het zuiden van het land schijnt de zon redelijk uitbundig. In het noorden nog wat wolkenvelden, maar het is droog. En 7 graden wordt het op de meeste plaatsen wel. De zuidelijke wind is zwak tot matig, 2 tot 3. Uh, vrijdag is die wind wat sterker. De, het wordt ook wat zachter, hier en daar zelfs 10 graden met vooral zon in het oosten en zuidoosten van het land. In het westen laat op de dag misschien een eerste bui. Zaterdag ook kans op een enkele bui met wat zon. En ook zondag is het niet overal droog. Dan doen we het met een graad of acht op de thermometers. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.